KVV Zelzate is aan een sterk seizoen toe. Vorige week won het nog op Daknam. En ook tegen Wetteren wil het de puntjes thuis houden. De eerste kans is erin voor Broekaert, maar Wetteren komt met de schrik vrij. In de eerste helft blijven vooral de verdedigers baas. Broekaert kan even zijn bewaker van zich afschudden en zet Steeland een eerste keer aan het werk. Wetteren voetbalt goed mee, maar offensief krijgt het weinig klaar. Via een kopbal zorgt Van de Kerkhoven wel voor gevaar. Maar Wetteren is ook best stug en geeft niet zoveel weg. Broekaert probeert het uit de tweede lijn, maar de 0-0 blijft op het bord. Wetteren komt in de tweede helft het best uit de kleedkamer. Van Kalenberg zet zich door op rechts en Makikula komt een voet tekort om binnen te duwen. Na een afgeweerde inworp is Wetteren nogmaals gevaarlijk, maar het schot van Van Hoeken gaat nipt naast. Maar Zelzate laat zien dat het niet toevallig in de subtop bivakkeert. Lankman opent op Antwimanu, die snijdt naar binnen en maakt het fraai af. 1-0. Zelzate neemt een optie op de winst. De thuisploeg krijgt nu ook wat meer ruimte en voetbalt enkele halve kansjes bij elkaar. Hier krijgt Broekaert de bal niet binnen het kader. Wetteren blijft aardig meevoetballen, maar in de zone van de waarheid botst het op een sterke verdediging van Zelzate. Opnieuw een kopbal van Van de Kerkhoven, maar opnieuw buiten het kader. In de omschakeling heeft Zelzate de betere kansen. Flamand komt schuin voor doel, maar zijn schot mist gif om Steeland te verslaan. Aan de overzijde geeft het blok van Zelzate nauwelijks iets weg. Van Hoeken probeert het dan maar uit de tweede lijn, maar Van Rie gaat goed plat. En Antwimanu blijft intussen op de loer liggen. Dit keer komt Steeland als winnaar uit de strijd. En zo blijft deze wedstrijd heel spannend en knokt Wetteren voor elke morsel grond. Makikula krijgt nog een dot van een kans, maar trapt die hoog over. Zelzate blijft voor snedige counters zorgen. Dit keer zet Koffi Niarchuis zich door. Boudry schoffelt hem onderuit en mag blij zijn dat het bij geel blijft. Flamand achter de bal. Zijn vrije trap gaat in de muur, maar in de herneming poeiert hij de bal binnen. 2-0. Zelzate blijft zich in de subtop handhaven. En ook defensief maakt Zelzate een goede beurt. Frankie is een revelatie en doelman Van Rie bewijst zijn waarde voor de ploeg. Eindstand Zelzate Wetteren 2-0. We zijn niet scherp genoeg geweest rond de box. We hebben een paar keer neus aan het venster gestoken, maar toch niet de scherpte en niet de trefzekerheid. Als je dan ziet dat Antwi eigenlijk één kans krijgt in de tweede helft en het is onmiddellijk goal, dat is het verschil tussen mijn ploeg en Zelzate voor het moment. Het was geen gemakkelijke wedstrijd en zeker na de overwinning van Lokeren, die eigenlijk een beetje surplus is. Nu vandaag winnen, ja, dat is een prachtige zondag, want zoals we voor de match gezegd hebben, was toch een van de belangrijke wedstrijden. En onze ambitie is toch een rustig seizoen te maken. En in die zin zijn die 3 punten echt waardevol voor het verder verloop van de competitie. Vooral wat ik enorm tevreden ben, onze jonge spelers die zich verder blijven manifesteren na een goed seizoen vorig jaar, blijven we bevestigen. En dat is toch wel belangrijk voor de toekomst van KVV. Echt jonge spelers laten doorgroeien op een mooi niveau. Ik studeer ook nog, dus dat is makkelijk combineerbaar dan. En het is een goede groep. Het is wijze sfeer in de kleedkamer altijd, dus daar moet je niet van weggaan.